Petros Camping El Molino. Inmiddels zijn we ongeveer 60 kilometer aan het rijden over zo'n snelweg. We zijn wel de Pyreneeën ingedraaid. Dus de vlaktes hebben we achter ons gelaten. Die gaan we deze vakantie niet meer zien. En we gaan hier een tunnel in. De tunnel de Liedena. Nog nooit van gehoord. En hij is bijna een kilometer lang. Succes! Ja, we zitten weer aan de lunch. Op een prachtige plaats. We kijken uit over de rivier. We zitten midden in de bergen. In de Pyreneeën. Ik denk dat we over een half uur via de tunnel van Bielsa Frankrijk binnenrijden. Hier is het nu schitterend weer en we hopen dat het aan de Franse kant ook nog steeds mooi weer is. De laatste kilometers in Spanje. Over kilometer of 8 gaan we de tunnel in van Bielsa en dan rijden we Frankrijk binnen. En hier zien we al signalen van de grensovergang, supermarkten. Spanje weer verleden tijd voor deze vakantie. Ja, we komen nu bij de tunnel. We moeten even kijken wanneer dat we dat horen. We moeten nog 9 minuten wachten, geloof ik. Dus dat doen we dan. Wij ook. Stijgt de tunnel, een steile helling. Tunnel van 3 kilometer. Gaan we 200 meter omhoog. Dus. Dan gaan we bergaf. We hebben het gehaald. En we zitten nu op
1820 meter boven de boomgrens is hier. En we zitten in Frankrijk. Ja, helemaal geen boom te zien. Nou ja, daar. Ja, we zijn weer geïnstalleerd. Dit is ons uitzicht. En, zo staan we er vandaag bij. In de Franse Pyreneeën. En het is mooi weer. Maar ja. Zoals je hier ziet, is het een stukje kouder dan in Spanje. Daar moeten we nog even aan wennen. Dus we zitten al met truien aan. Ik hoop maar dat ik mijn lange broek niet aan hoef te doen. Want dat is even zoeken waar die is. Maar verder ziet het er hartstikke mooi uit hier.